We zijn aangekomen in Turkije na een lange vlucht. Het was ongeveer 4 uur of 2 uur, nee 3 uur. Maar we hadden helaas een beetje turbulentie en zo. En het was de eerste keer dat ik ging vliegen, dus dat was niet heel erg leuk of zo. Maar ja, we zijn er, hè? Moet je eens kijken wat een prachtige plaats het hier is. Moet je nou toch eens kijken, joh. Ik vind het echt mooi. Ik heb dit gewoon nog nooit in mijn leven gezien, dus toch erg. Op die boot, op die boot. Op die dinges. We gaan niet 7 dagen lang volgen, hè? Nee, 4 dagen. Ik hoop dat de telefoon wel te dicht is. Yes, kom baby, kom maar dan, hier dan. Tempo, al dus. Nou, we zijn de tweede dag in Side. We zijn de tweede dag in Side. Het is in Nederland 8:30. Dus we zijn er vroeg uit. Kijk eens wat schattig. Nou, we zijn nu de tweede dag in Kumkoi. Beach Resort. Beach Resort. Top hotel, ruk alles. Nee, op zich echt, het surfje is wel goed en zo, maar we hebben dus nu een hotelkamer in. En de deur gaat zeg maar open, hè? Terwijl je nog niet eens je pasje erin hebt gedaan, dus dat is een beetje kut. Maar... Waar moeten we heen? Daarin. We moeten bij de poolbaan. En we zijn hier al 3 keer de weg kwijtgeraakt. 3 keer? Maar dat geeft niet, en ik ben al verbrand. En dat is de eerste keer dat ik, de eerste dag dat ik heb in de zon heb gezeten, hè? Je mag niet video bellen, maar eigenlijk wel. Dit is geen video bellen, dit is vlog. Ja, en even voor mijn vlog. Huh? Voor mijn vlog. Vlog. Nou, en nou film ik jou. Wat je ding. Kijk, Jason match wel. Van mij. Met palmbomen. Ja. Oh, hij was net aan het plassen. Oh, kijk hoe schattig. Oh, hij is zo schattig. Oh. Zo. Dit is echt heel mooi. Ja.
Dit is heel mooi. Die huizen en zo. We zitten lekker aan het zwembad. Even de perky roken. En dan gaan we zo lekker naar de zee. Oh, het is wel warm hoor. Oh, dit is wel lekker jongens. Hè? Ik wou meedoen aan zo'n poolding, maar ze zijn al begonnen helaas. Ik vind het wel sexy zo. Dan moet ze nog half gel in van het zwembad, dus ze moet wel even uit. We zitten nu bij het hotel. We gaan zo meteen lekker shoppen. En ja, het is de hele dag al te warm geweest om make-up op te doen, maar nu kan het eindelijk weer. En daar zitten ook allemaal hotels. Dus ja, zo. Mijn stem is een beetje weg. En ik ben al verbrand, dus letterlijk de tweede dag. Ik ben al verbrand. Maar ja, maakt niet uit. Reis heb ik trouwens niet gevlogd, want ik was echt veel te bang in het vliegtuig. Dat was echt bizar. Ik haat vliegen. Maar ja, nu zijn we op een mooie locatie, dus dan doen we er ook voor. Hè? Onze hotelkamer ging van de buitenkant open zonder dat je een pasje erin deed. Dus, yeah. En nu is dat eindelijk weer, godverdomme tering jong. Yeah. En nu is het eindelijk weer opgelost. Nee, het is trouwens niet opgelost, want er kwam gisteren om 1:30 kwam er iemand en toen zei hij dat het opgelost was en nu doen we dus de deur net open en is het nog steeds. Dus iedereen kan gewoon in onze kamer komen. Dus dat is niet echt chill, maar ja, we gaan straks weer even naar de receptie, gaan we even kijken hoe en wat. En dan gaan we nu weer even naar het paradijs. Honger. En we hebben honger. Ik heb honger, ik wil kaas. Jason heeft de hele dag wel honger, dat is wel te zien. Dus, ja, gaan we nu even eten, hè? Schatje, patatje. Nee, scheld je net ook verrot. Ja, what the fuck. Kijk, dit is zo mooi. Oké, jongens, we probeerden het live, maar mijn geluid doen we dus niet op live. Dus helaas pindakaas, maar wat ik even wou mededelen, is dat iedereen in Nederland nu lekker in de regen zit en wij zitten lekker in de zon. Maat van mij. 15 euro met de partybus. Heen en weer vervoer. Inclusief intree, inclusief één consumptie. Hè, dat gun je niet in Nederland, hè? Nee, dat is al niet normaal. In Nederland heb je voor 15 euro tegenwoordig één rode vodka Red Bull in de club. Nou, ik zou je vertellen, wij hebben denk ik wel voor hoeveel hebben wij wel niet weggedronken nu? Nou, we zitten hier nu zeg maar een half uurtje en we hebben 3 Sex on the Beach de man. Nog op Scheveningen zitten ze. En een pina koala, colada. Ja, oké, maar dat zijn 6 cocktails. Een keer een tientje zeg maar, dus gewoon 60 euro in een half uur. Ja. Dan ga je helemaal dag zo door. Dus in Turkije ben je gewoon goedkoper. Dus je hoort het, kom naar Turkije. Alles all in. En alles lekker goedkoop. Ik ga verhuizen, jongens. Ja, ik ook man. En ik wil niet meer vliegen, want dat vind ik verschrikkelijk. Kut Nederland, ik ben het land ook helemaal zat. Waar je in Nederland betaalt om je gasrekening, om je verwarming aan te kunnen zetten, dan zit je hier voor een all-inclusive hotel. Ja, precies. Ja, het is wel echt zo ook. Ja, dat is ook zo. Er zijn gasrekeningen van 800 euro, nou dit kost dan per week 1000 euro, maar goed. En alles wordt hier letterlijk... Ik zweer het, je hoeft geen 1 seconde te zitten en ze helpen je gelijk. Ze helpen je gelijk, ze gaan alles voor je op. Je koffers worden zelfs naar je hotel gebracht. Hier, ik heb 2 euro voor je gegeven. Kijk eens even, onze drankjes stonden al klaar. Voordat ik dat moet je hebben, halen. Kijk jongens. Goeie service. Goeie handel. Jongens. Dit is de eerste voor die ze een leven gegeven heeft. 2 euro. Nee, maar luister, de service is echt gewoon super goed. En ik zie ook gewoon
dat die mensen ook gewoon echt hun best doen. Om gewoon, mensen doen gewoon hun best om ons een goede vakantie te geven, snap je? Snap jij het ook nog? Dus wij geven heel tijd voor, dus dat vinden ze leuk. Maar ik vind het ook leuk, want hun zijn blij, dus dan ben ik ook blij. Oké, doe jij nog een euro, doe ik nog een euro. Jongens, we hebben het uitgerekend wat iedereen hier verdient. Het is echt bizar. €62 per maand. €62. Minimumloon. Maar dit is toch niet normaal, jongens? Ik ga even een kleine mini-vlog maken van wat ik heb gekocht hier. Dit is een geluksoog. Ik heb deze Nike's gekocht. Want ja, ik wou deze super graag. Maar ik heb dit Louis Vuitton tasje nog gekocht. Met een zakje hier. Maar dit is een cadeautje voor mijn zus. Dus ik heb deze nog gekocht voor mezelf. Met een tasje eraan. Daar kan je geld of zo in doen. Deze is super chill voor als we bijvoorbeeld een dagje ergens heen gaan of zo. Kijk, deze kan ook vast. Hier. Maar dit is echt super lekker als je een dagje weggaat ergens naartoe. Of gewoon als je, ja, als je gaat stappen. Ik heb dit Palm Angel shirt nog gekocht. Hij was fucking €5, jongens. Oh, je ziet het niet. Maar hij was €5. Ik heb deze Victoria's Secret BH. Ja, dat was mijn shopvlog. Ik ga nu even terug naar de lobby, want daar is Jason nog. Dus ik moest even spullen hier droppen. Want ja, ga ik niet heel de tijd, heel de dag met die spullen lopen. Dan ga ik daar nog een drankje drinken. En dan ga ik daarna gewoon lekker naar huis. Of naar huis. Nee, gelukkig niet naar huis. Ga ik daarna nog even terug naar het hotel. Ik loop nou het hotel uit. God, oh, het ruikt hier wel echt naar riolering, hoor. Oh, ik dacht dat ik mezelf had opgesloten. Ik denk, heb ik het hotelkamer wel op slot gedaan. Maar oeh, zo, ik ging bijna, gleed bijna uit. Maar ja, ik ga niet meer terug, want ik weet eigenlijk wel zeker dat ik het hotel, dat de kamer wel dicht heb gedaan. Dan ga ik twijfelen. En ik heb trouwens één shirt aan nu, van Palm Angels. Ja, natuurlijk geen echte, want ja, dat ga ik niet betalen als je hier €5 voor kan betalen. Gierige krent. Oh nee, ik moet daarheen. Nou, ik ga nu Jason zoeken en dan ga ik even zitten bij de lobby. Ik heb het niet meer, dat is niet meer. Ik heb het 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 ni